Ah, zo, jammer. Je zit dus hier. Ja, waar anders? Je hebt al ontbeten, zie ik. Het lichaam stelt ook zijn eisen. Wat heb je besloten? Ik ga. Ben aan het pakken. Duurt even. Zal ik de kamer voor je in orde maken? Of moet ik je koffer verder pakken? Pakken. En in orde maken. Waarom moet het zo aflopen? Waarom moet je weg? Je kunt nu juist helemaal opnieuw beginnen. Je uitvinding... Die komt er toch nooit. Hoezo? Wat zou ik dan moeten uitvinden? Alles is al uitgevonden. Ja, maar je hebt er zoveel in geïnvesteerd. Dat komt alleen maar door die ellendige Relling. Die heeft mij zo gek gekregen. Relling? Ja. Die zei dat ik een bijzonder talent had. Ik moest en zou iets uitvinden op het gebied van de fotografie. Het Relling dus. En ik geloofde dat... Van Hedwig geloofde dat. Dat wil zeggen, ik idioot. Ik heb mezelf wijs gemaakt. Dat zei dat geloofde. Ik heb zoveel van haar gehouden. Ik was zo gelukkig als ik binnenkwam en zij rende op mij af met die lieve meisje in de ogen. Ik heb zoveel van haar gehouden dat ik mezelf heb wijsgemaakt dat zij ook van mij hield. En waarom zou ze niet van je houden? Nou, ik heb het toch wel duidelijk gemaakt. Het is toch gewoon één grote leugen. Jouw vader, mijn vader, Dina, die niets meer wil zeggen. Alleen tegen jou kan ik zeggen hoe ik me werkelijk voel. Is die verschrikkelijke twijfel. Misschien heeft Hedwig wel nooit van mij gehouden. Misschien krijg jij nu wel heel snel het bewijs dat Hedwig wel degelijk van jou houdt. Wel bewijs. Wat ze ook zegt, ik geloof haar niet meer. Hedwig is niet in staat tot bedrog, jammer. Hoe weet ik dat zeker? Wie weet wat Gina en mevrouw Surby hier allemaal hebben uitgebroed. En Hedwig heeft een scherp gehoor. Ja, zo'n schenking komt toch niet uit de lucht vallen, dat begrijp je toch ook wel? Wat hang je toch allemaal in je hoofd? Die schenking is nog maar het begin. Mevrouw Surby heeft altijd zo te doen gehad met dat kind. En nu kan ze met haar doen wat ze nodig vindt. Misschien pakken ze haar van me af. Hedwig, laat jou niet in de steek. Voor haar ben jij haar vader. Wel, nee, voor haar ben ik een domme arme fotograaf op een ellendige zolder. Ik heb nooit iets voor Hedwig betekend. En zij heeft er heel achterbaks voor gezorgd om met mij op goede voet te blijven. En op het moment dat het nodig was om het juiste dat moment... Dat geloof je toch zelf niet? Ik weet toch niet meer wat ik moet geloven? En ik zal ook nooit meer weten wat ik moet geloven. Denk jij dat ongelijk hebt? Denk jij dat als zij komen met een handenvol geld en tegen Hedwig zeggen, ga weg bij die man. Kom met ons mee, bij ons wacht jou een veel beter leven. Ja? Nee. En als ik dan aan Hedwig zou vragen, Hedwig, ben jij bereid om dat leven op te geven voor mij? Wat denk jij dan dat Hedwig zou zeggen? Als hij ook nog gaat jagen.